Wil jij je Garmin navigatiesysteem updaten? Dat kan met het computerprogramma Garmin Express. In deze video helpen we je stap voor stap door het updateproces. Als eerste gaan we naar de webpagina van Garmin, www.garmin.nl. En daar klikken we rechtsboven in op support. Onder het kopje software kunnen we de software vinden die we gaan installeren. En die staat hier bovenaan Garmin Express. Als we iets naar beneden scrollen, dan zien we hier een knop downloaden voor Windows. Je kunt hier ook de software downloaden voor Mac, als je een Mac hebt. Het is nu gedownload, dus we kunnen hem starten. Ik klik hier op uitvoeren. We starten nu nog niet het programma, maar we starten nu de installatie van het programma. Het enige wat we hoeven doen is hier op ik ga akkoord te klikken. En dan op installeren. En dan gaat alles vanzelf. Nou, we zijn nu ongeveer 3 minuten verder en de installatie die is gelukt. Als we hier op de groene knop start drukken, dan start het programma op. Om verder te gaan knikken we op de knop aan de slag. En er wordt ons dan gevraagd om het navigatiesysteem aan te sluiten. Nou, zorg er dan ook voor dat het navigatiesysteem aanstaat, zodat de computer deze kan herkennen. We hebben nu de kabel erin gestoken. Dus de kabel die meegeleverd zit bij het navigatiesysteem. We zien dat we nu een foutmelding krijgen, maar ook dat er een apparaatstuurprogramma wordt geïnstalleerd. Dan gaat het programma vanzelf verder. Het toestel is gevonden. Nufi 2497. En we gaan het toevoegen door op deze knop te drukken. Nou, we kunnen het toestel registreren. Dat kan, dat is niet verplicht. Maar dan kunt u bijvoorbeeld e-mails ontvangen van Garmin als er iets nieuws beschikbaar is. Het programma is heel eenvoudig, u komt gelijk in het scherm met de mogelijke updates. We zien dat er een kaartupdate is, die ongeveer 42 minuten duurt om te installeren. En een softwareupdate, 8 verschillende, die vrij snel installeren. Nou, we kunnen ook de details weergeven. En dan ziet u dat we ook zelf updates kunnen uitkiezen om bijvoorbeeld alleen die te installeren en een andere update niet. Nou, wij kiezen nu om alleen even deze firmware update installeren, die is namelijk vrij snel klaar. We kunnen natuurlijk ook gemakkelijk bovenin op installeer alles klikken, dan worden meteen alle updates ingeladen. Nou, als u op installeren klikt, dan mag u nog even kort gaan met de voorwaarden. En doorgaan en dan gaat het programma zijn werk doen. U ziet hier dat die update wordt gedownload. Het is belangrijk dat u het toestel niet loskoppelt tijdens de installatie. Nou, het toestel is nu aan het opstarten. U ziet boven in het scherm dat het toestel moet worden aangesloten. Nou, die melding kunt u negeren, want het navigatiesysteem is nu de update aan het inladen. U start daardoor opnieuw op en deze melding gaat zo dadelijk vanzelf weg. Nou, het toestel is weer aangesloten. Het is automatisch gegaan. We zijn in totaal ongeveer 2-3 minuten bezig geweest. En boven in het scherm verschijnt de melding alle updates zijn met succes voltooid. En dat was het al. Het is een betrekkelijk eenvoudig proces. Nou, wilt u alles nou nog eens rustig nalezen met schermafbeeldingen erbij, dan kunt u daarvoor terecht bij ons op de website.